NEC TV in Spanje wordt mede mogelijk gemaakt door Lenatech Kunstgas Adviesbureau en de Goffert Hospitality and Events. Tijdens de middagtraining trainde NEC voluit. In een partij werd Admir Bajrović als aanvaller getest in het team met basisspelers. Speciale aandacht hadden we voor twee mannen in blauwe hesjes. A-junioren Patrick Joosten en Chima Bosman zijn tijdens het trainingskamp onderdeel van de selectie en mogen de hele week ervaring opdoen bij het eerste elftal. De hoogste tijd dat we beide heren beter leren kennen op het strand van Marbella. Hoi, mijn naam is Chima Bosman. Ik ben 18 jaar oud. Ik speel in de A1 van NEC en mijn positie is rechtsback. Ik ben Patrick Joosten. Ik ben 18 jaar. Ik speel in de A1 van NEC FC Os en ik ben linksbuiten, maar kan ook eventueel rechtsbuiten spelen. Chima en Patrick, leuk dat jullie hier op de brug staan, vlakbij het strand van Marbella. Kunnen jullie wat vertellen over het trainingskamp tot nu toe? Nou. Het is hier, zoals je ziet, heel mooi. En we zitten op een goede locatie, vlakbij de zee. En het is natuurlijk wel hard werken, maar ik merk, en Chima ook wel, dat we veel leren, veel van de medespelers. Dus tot nu toe kan ik alleen maar positief zijn. Ja, want Chima, het is wel bijzonder dat jullie hier mogen bij zijn. Hoe en wanneer hoorden jullie dat jullie met z'n tweetjes mee mochten? Dat was na de bekerwedstrijd tegen Heerenveen, halve finale. Die hadden we helaas wel verloren. En daarna ging ik rechtstreeks naar huis. En Patrick zat nog in de bus. En toen werd ik gebeld door de trainer onderweg naar huis dat ik mee mocht naar het trainingskamp. Dat was hartstikke mooi nieuws natuurlijk. Het is niet alleen heel leuk dat jullie hier zijn. Het gaat ook heel erg goed met de A1. Kunnen jullie daar wat over vertellen? We begonnen helaas niet zo goed, de eerste wedstrijd, maar daarna pakten we het heel goed op. Hadden we een reeks van 5 wedstrijden die we achter elkaar wonnen. En daardoor schoten we direct heel hoog in de competitie. Uiteindelijk staan we nu 6e. Dus dat is hartstikke goed, want we moesten binnen de 8 eindigen om weer tegen elkaar te kunnen spelen. Dus daar zijn we hartstikke trots op. Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt, Patrick? Voor mij persoonlijk was dat toch wel de training met de aanvalslinie. Toen speelden we alleen met de aanvallers. En toen trainer Ruud Brood hielp ons met aanwijzingen en tips om vooral met afwerken beter om te gaan. Dus we werkten eigenlijk af op allemaal verschillende manieren. Vanuit voorzet, vanuit dribbel, vanuit kap. Dus dat was wel heel goed eigenlijk voor mijn ontwikkeling. Daar leerde ik heel veel van. Dus dat had ik ook wel als leuk ervaren. En voor jou, Chima? Ik heb heel erg genoten van de eerste partij vorm. Omdat uiteindelijk is dat wel het liefst wat ik doe. Zeg, gewoon partijspel spelen. Dus dat vond ik tot nu toe wel leuk. Patrick en Chima, jullie vertelden net al wat. Het woord Ruud Brood viel. Jullie hebben natuurlijk ook een andere trainer bij de A, dat is Jack de Gier. Wat is nou het grootste verschil tussen beide trainers? Persoonlijk vind ik eigenlijk dat er niet echt veel verschillen zijn. Ik vind het eigenlijk wel een beetje twee dezelfde types. Maar in de trainingen merk je toch wel dat we bij trainer Brood wat meer positiespellen spelen. En bij de trainer van de A1, de Gier, spelen we wat meer partijspellen. Dus eigenlijk elke training spelen we daar wel een partijspel. Terwijl het hier wat minder vaak is. Het wordt steeds later, jongens. De zon gaat onder. Dus we gaan jullie terugsturen naar het spelershotel. Maar met de horizon op de achtergrond is er natuurlijk nog maar één vraag die daarbij hoort. Wat is voor jullie persoonlijk het belangrijkste doel dat je wil gaan bereiken als voetballer? Ja, persoonlijk voor mij is natuurlijk dat ik iedere dag alles uit mezelf haal. En uiteindelijk zo hoog mogelijk kom. Wat het nou precies is, dat weet ik niet, nog niet. Maar ik wil wel uiteindelijk in de Premier League gaan spelen. Heb je ook een favoriete club die erbij hoort? Nee, niet specifiek eigenlijk. Maar die league spreekt me gewoon heel erg aan. Patrick, voor jou? Op dit moment is mijn grootste doel om zo snel mogelijk door te breken in het eerste. Om echt in de eerste selectie te komen. En vervolgens ook basisspeler te worden hier. Op lange termijn heb ik wel als droom om natuurlijk ooit ook in de Premier League of in de Spaanse competitie. Dat zou ik ook heel mooi vinden.
De volgende keer zie je een uitgebreide samenvatting van de oefenwedstrijd tegen KV Oostende en de reacties na afloop. Voor nu, hasta la próxima! NEC TV in Spanje wordt mede mogelijk gemaakt door Lenatec Kunstgas Adviesbureau en de Goffert Hospitality & Events.